Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. De hippodroom van Oostende draait op volle toeren. Aanstaande maandag zijn we toe aan de tweede meeting op de ASEC-Wellington-renbaan. 8 koersen staan er op het programma, met zowel galop als drafkoersen. De TRC slaat op de tweede drafren van de namiddag. Hierin komen 14 deelnemers aan de start die 2450 meter moeten afleggen. Onze favoriet is het nummer 12 Rebel Rebel met driver Jules van de Putten. Deze 4-jarige draver van eigenaar Joost van Riet stond ook aan de start in Waregem op 16 juni. In de groene kleuren neemt Rebel Rebel een mooie start en rukt meteen op naar de vierde plaats. In diezelfde koers is het ook interessant om ook Private Dance in de gaten te houden. Die volgt in de zwarte kleuren in 9e stelling en zal uiteindelijk 4e eindigen. Maandag is deze Private Dance er opnieuw bij. Maar de rollen omdraaien met Rebel Rebel wordt niet eenvoudig. Want in de laatste 300 meter heeft onze favoriet nog een pittige eindspurt in petto. Genoeg voor de zege. Alhoewel hij maandag geen ideaal startnummer heeft, verwachten we dat hij deze zege kan bevestigen. Het gevaar kan komen van het nummer 3, Chloé Dawagne. Deze Franse Mary won diezelfde dag in Waregem met Lieven Canard in de sulky. Chloé Dawagne vertrekt als een pijl uit een boog en regelt het tempo de hele wedstrijd lang. Naast snelheid beschikt deze Mary ook over uithouding. En dus was de lange rechte lijn van Waregem ook geen probleem. In Oostende kan ze maandag profiteren van een perfect startnummer. Haar driver is in vorm en dit is dan ook de reden dat we haar verkiezen boven de eerder vernoemde Private Dance. Nochtans is deze 5-jarige draver ook aan een goed seizoen bezig. Begin juni toonde ze eveneens op de Gaverbeek Hippodroom dat ze na een lange rustperiode heel wat sterker is geworden. In de zwarte kleuren draaft ze aan de binnenzijde steeds bij het leiderstrio. In de laatste rechte lijn versnelt Private Dance en dat levert ook de zege op. Maandag vertrekt ze op de eerste startrij. Voor de TRC tippen we dus op de nummers 12, 3 en 6. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.